Alle bagage zit in de auto. We gaan afscheid nemen van onze huisgasten. En daarna gaan we op weg naar Amsterdam. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Goeie reis. Doei. 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 Nu is het zover. Eindelijk gaan we. Eindelijk gaan we. Kijken of we hier in die rond de hondenplek kunnen vinden. Ja, dat is wel goed. Klein net kamertje, Ibis. Altijd netjes, niks van te zeggen. Dit is in de oude gedeelte van het hotel, maar wel een vernieuwde kamer. Dus het voordeel is dat we hier een echte badkamer hebben en geen cabine. Ja, prima. Toch, Chris? Ja, niks van te zeggen. Ja, dat is wel een andere rol. Een broodje paling heb je besteld. Geen stamppot, maar broodje paling. Ik dacht vanmorgen, ik doe het warm aan. Het had nog best iets warmer gemogen. Het is verdomme koud hier op de trek. Maar toch wel heel erg leuk om weer eens in Volendam te zijn. Wat gaat het worden? Ik denk een brandlentebok. Goeie weer om te vliegen. Jawel, hè? We winnen. Ja, daar zitten we dan. Nou, echt interessante informatie. Ja. Over 10 minuten kunnen we gaan boorden. Dan mogen we lekker 10 uur gaan zitten. Ik hoop dat ik een dutje kan doen, dat zal wel tegenvallen. Ik zal weer in slaap vallen tijdens de landing. Zit er dikje in. Maar een lange zit. Maar goed, we gaan naar 33 graden, dus dat is ook wel heel lekker. Na het kou van gisteren. Volendam was niet echt warm. Gelukkig koffie wel. Ja. Dus dat scheelt een stuk. Het ging allemaal erg snel dit keer. Bijna geen wachttijd bij de tassencontrole. Ja. Sowieso, alles mocht in de tas blijven. En we realiseerden ons zojuist dat in de tas van mijn moeder zelf gewoon een flesje water zat. Ja. Gewoon mee mogen nemen. Dan hoorde ik dat ook wel iemand zeggen, maar... Ja, wij dachten van die maakt een geintje, maar blijkbaar mag het tegenwoordig weer. Ja, in ieder geval hier op Schiphol wel. Hier op Schiphol niet voor wel. Eindhoven zal wel weer rondser zijn dan de paus, zoals ja, altijd. Zoals altijd, ja precies. Ja. Maar hoefde ook de elektronica hoefde er niet uit. Ja, ik werd er weer even uitgepikt. Ik heb dat met mijn apneutas bijna altijd. Er moet altijd even naar een extra controle gedaan worden. Ja. Maar dit keer in elk geval geen problemen met vochtige doekjes zoals vorig jaar. Gelukkig. Dus, ging eigenlijk allemaal prima. Dus nou hopen dat de vlucht ook voorspoedig gaat. Ja. Hij loopt niet. Dan rolt dit daar lekker. Nee, inderdaad. Dan loopt dit daar lekker. Ja. Zijn we in een bus? Het lijkt wel een cruise terminal.
Ik zeg net, het lijkt wel een cruise terminal. Ja. Nou, ik werd gecontroleerd op allerlei stoffen. Ik werd met een bepaald doekje werd er over mijn handen gegaan, mijn voeten. Door mijn spullen die in de tas zaten, de tas zelf. Ik heb allemaal nagekeken en dan werd een apparaat geduwd. En op die manier gecontroleerd of ik niks illegaals aan het doen was. Ze weten wel wie ze daarvoor pakken natuurlijk. Hè. Maar dat was een random check. Random check. Daarom stond die S voor jouw naam op de boardingpas. Oh, een boardingpas met een extra S en we vroegen ons al af, wat doet dat? Nou, dat security. Dus. Ja goed, krijg je als je naar Amerika vliegt natuurlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. We hebben de bus daardoor gemist. Kom maar op, ja, op naar de tweede bus. Op naar de tweede bus, ja. Maar we lieten andere mensen door. Want we mochten, ze vroegen waarom wij stonden te wachten en toen zei ik, nou mijn man. Oh, zegt ze, nou, toen gingen er andere mensen, die mochten dan al in de bus. Hadden die mazzel. Ja, dat maakt er helemaal niet uit. Nee, helemaal prima. Morgen. Ja, ik voelde hem. Dankjewel. Goed zo. Goedemorgen, welkom. Ja, dat is niet Oh, daar zat de afzuiging meteen. En de douche. Zit frik. Aankast. Ja. Grote kast. Keuken. Ja, zeker weten. Onze badkamer. En slaapkamer. En kast, gok ik. Jeetje. Wat is dit dan? Oké, strijkplank, bezemkast, wasmachine. En een wasmachine droge combinatie. Jezus. Dit is echt zo'n tuintje. En de Het is bijna niet te zien, denk ik, op de camera. Maar er zit zomaar een wasbeer in het gras. Die heb ik nou echt nog nooit in het wild gezien. Dit is onze bolide voor de eerste paar dagen. Ja. Het is een Mitsubishi Outlander, hè? Mitsubishi Outlander, ja. Ja.
Het is geen nieuwe, maar ja, hij rijdt heerlijk. Nou, even naar Target. En dan beginnen we toch te planten. Zijnaad. We gaan op zoek naar iets te knabbelen. Ja. Hey, kijk eens wat ze hier hebben. Mijn favoriet. Nou ja, goed. Vult die grote zakken. Hmm.